Crossing Time. Dat is een multimedia voorstelling in de buitenruimte van Nationaal Monument Kamp Vught. Crossing Time, dat is een samenwerking tussen beeldjes en theatermachine en audioconfinist Joost van Dijk. We hebben geprobeerd om te voelen wat het is om te herdenken. Je zegt wel nooit meer, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Geldt nooit meer ook niet voor nu? En dat is ook een beetje meteen de titel van ons werk geworden, Crossing Time. Nadenken, overdenken, herdenken. En dan denk ik dat we terug moeten gaan naar toen eigenlijk. Dat we ons moeten afvragen of dat vandaag niet nog steeds zo is. Dat er nog heel veel situaties op aarde zijn waar we van wegkijken. Dingen die er aan de hand zijn. Een van de verhalen die we hoorden in ons onderzoek was hoe de inwoners van Vught toekeken naar de gevangenen die hier met treinen heen gebracht werden. Toen de tweede, de derde, de vierde, de vijfde groep mensen aankwam, dan schoven ze de gordijntjes dicht. Ze wilden het gewoon niet zien. En we zagen eigenlijk wel, het was dan parallel naar hoe we tegenwoordig naar het nieuws kijken. Of hoe we nu ook met soms ook met groepen mensen omgaan. We hopen dat de bezoeker in verstilling raakt eigenlijk. Maar we proberen om heel erg binnen te komen op het gevoel van de toeschouwer. Je wordt op een gegeven moment ook echt onderdeel van de installaties. Dat maakt het tot een hele bijzondere, maar ook wel ontroerende of emotionele ervaring.